Obsessieve verzamelwoede. Dat je zo leeft en dat je kinderen niet kunt zien, ik vind het echt onvoorstelbaar. Wow! Onleefbare omstandigheden. Ja, joh, het is gewoon een pakhuis waar hij een matras neersodemiet en daar slaapt hij. Maar deze mensen helpen? Oh, dit is vies. Luister even naar me. Is geen gemakkelijke klus. Dit zijn mijn spullen. Dit trek ik niet, toch? Lieke van Lexmond presenteert... We komen net uit je huis, maar het staat gewoon weer helemaal vol met spullen. Een nieuw seizoen van Mijn Leven in Puin. Vanaf 28 april bij RTL 4. Zes jonge mensen gaan vanaf 5 november de hoogste berg van Afrika beklimmen. De Kilimanjaro. Kilimanjaro is toch wel echt een begrip. Maar de top zullen ze nooit zien, want ze zijn blind. Ik denk wel dat het heel mooi zou zijn, omdat het is daar helemaal anders. Het ruikt daar anders, het klimaat is daar anders. Een loodzware en bijna onmogelijke tocht van 6 dagen. Ik vond het op zich wel heel goed gaan of zo, maar ik heb wel zoiets van als ik dit echt 6 dagen moet doen achter elkaar. Presentatoren Lieke van Lexmond en Dennis Wening zijn solidair en klimmen geblinddoekt mee. Voordat jullie denken, het zal allemaal wel. Die bril kun je natuurlijk gewoon doorheen kijken. Dit is het zicht wat wij hebben. Vanaf woensdag 5 november, 9:30, bij RTL 5. Voor deze mensen is de spiegel de allerergste vijand. Want van hun uiterlijk worden ze doodongelukkig. En wat werd er dan tegen je gezegd? Hé, hey, dan loopt hier varken weer. Dit is zo'n tekening van mijn dochter. Vind je het goed als ik zelf niet kijk? Het is tijd. Een nieuwe start. Dat ik gewoon niet weg hoef te kijken naar mijn eigen spiegelbeeld. Metamorfoses die levens veranderen. Lelijke Eendjes. Donderdag 4 februari nieuw bij RTL 5. Lelijke Eendjes wordt mede mogelijk gemaakt door Veldhuis Kliniek. Oh, waar was jij tijdens 9-11? Kreeg je ook kippenvel tijdens dit moment? En danste je vrolijk mee op dit nummer? Peter van der Vorst, Lieke van Lexmond en John Williams nemen je mee terug naar de jaren 0. Naar de muziek, de trends, de mode en het nieuws. Back to the Zeros, vanaf maandag 1 februari, op 4. 1, 2, 3! Ah! Zou je ergens anders heen willen gaan? En waar zou je dan willen dat ik naartoe ga? Niet in ons doel? Ik heb toch alles al geprobeerd? Internet daten, speed daten. Alles kids achter de rits. Die verschrikkelijke mobiele apps. Jij doet dit wel vaker? Nee, ben je gek? Ik ga er weer eens vandoor. Mijn parkeermeter loopt af. Loser! Hoeveel heb jij in de parkeermeter gegooid? Ik ben op de fiets. Baby, I ain't got the time. Nou, daar wil ik wel een lekker potje mee kokkerellen. Ik dim, hè? Zijn die voor mij? Je moet je voorkeur nog opgeven. Blond? Nee. Vlees, vis, vegetariër. Gewoon inpakken en meenemen. Wat doe jij hier? Beetje de markt verkennen. Of ben ik bezet? Schat, je mond staat open. Wat? Je gaat heel veel aandacht krijgen. Mannen houden van dat soort ordinaire types. Niet grappig, kom. Hey. Hallo. Daar. Boost the stereo. Als zij erachter komt van jou en mij, dan maak je alles kapot. Je kan niet iets kapot maken dat al lang kapot is. Het is de enige man waar ik interesse in heb. Dat je die probeert af te pakken. Onze vriendschap is officieel voorbij. Take me home. Ik denk alleen nog maar aan jou. Vind je het niet lekker? Het is nogal heftig. We kennen hem allemaal, maar niet van zijn stem. Welke BN'er hoor je nu? En met wie vormt hij straks een duo? Chantal en Gordon presenteren It Takes Two. Vanaf 12 maart, nieuw, natuurlijk bij RTL 4.
Idols is terug. Vanaf woensdag 23 maart. Bij jou. RTL 5.